Welke E-wegen lopen door ons land? De E19. De E19, zeer goed. De E40. E40, bekend en berucht. Stanny? De E334. 344. Nee. Je zat in de buurt, Stanny, maar je valt af. De E211. Nee, die ken ik niet. Die heb ik nog nooit genomen. Ik dacht dat die van Luxemburg de E211 was. Nee, dat is 400. Oh, sorry. Ja. Ja. Ik was zo blij dat ik het wist. Goed, we spelen verder met Nadia. Nadia. De E400? E400? Nee. Zigeunersaus? Die is genoemd. Enfin, er stond zigeunersaus. Ah, zigeuner. Ja, ah, jij bedoelde zigeunersaus. Ik bedoelde de saus zelf, niet de zigeuners. snijbonen. Ja, dat is bonen. Maar je mag niet verder spelen. Mag... Ah. Ah, nee, je mag niet verder spelen. Oh. Ah, je hebt snijbonen, prinsessenbonen. Welke varkensgerelateerde producten vind je bij de slager? Poten, varkenspoten. Varkenspoten. Moeilijk te vinden, maar je vindt ze nog wel. Ivo? Gekapt. Gekapt. Gehakt, ja. Als ik naar de slager ga, dan vraag ik gekapt. Ja, dat is goed. Luc? Een varkensgebraad. Een varkensgebraad? Nee, dat staat er. Dat heet... Nee. Ja, ja. Jawel. Ah, gebraad, sorry. Ja. Ja. Jij dacht gebraak. Varkensgyros, varkenshaasje, varkens... Oh, zo, de preparaten. Ik dacht werkelijk de onderdelen. Maar zaag nu toch niet. Volgende vraag, kom. Wat zijn de 10 meest beoefende sporten in Vlaanderen? Voetbal. Voetbal staat op 5. Zeer goed. Kleed. Tennis. Tennis staat er ook bij. Sigrid. Wielrennen. Wielrennen staat er niet bij. Toch wel, ja, staat 1. Sorry. Ik was verward, want er stond fietsen. De website www.gezondheid.be somt enkele ongemakken op waar vrouwen last van kunnen hebben tijdens hun zwangerschap. Harde buiken. Harde buik? De buik die hard wordt. Gezwollen borst. Ik zal het goed trekken. Ook, ja. Wat heeft Cher nu eigenlijk allemaal aan haar hoofd en lichaam laten veranderen? Een facelift. Facelift heeft ze ook meerdere, denk ik zelf. Neuscorrectie. Neus laten versmallen, dat klopt. Hie. Knieën. Nee, maar... dat ze daar nog niet aan gedacht heeft. Ik ben er zeker van. Nee. Welk pluimvee wordt in België gegeten? Wat hebben we zo nog? Ganzen. Gans, zeer goed. Sigrid? Eend. Eend, ook goed. Jan? Parelhoen. Parelhoen, ook goed. Nog enkele? Gie? Merels. Merels. Nee. Lekker, hoor. Welke popster trouwde met een jeugdvriend in Las Vegas, een huwelijk dat al na 1 nacht werd ontbonden? Michael Jackson. Dat is nu het enige dat hij nog niet gedaan heeft. Bangladesh ligt in de delta van 2 rivieren. De Brahmaputra en de... De Kamasutra. Wat is de voornaam van de man die zijn naam gaf aan het merk Armani? De voornaam Armani. Een podium. Wat zeg je nu? Emporio, ja. Nee, dat is fout. Patrick? Ja, ja. Giorgio. Giorgio is wel juist, ja. Voer ze maar al af. Welk Zuid-Belgisch stadje ligt op de samenvloeiing van de Ton en de Vier? Ik weet het niet. Nee, Christophe? Ik weet het ook niet. Van Laval, dus de Ton en de Vier? Ja. Welk stadje? Vier Ton. Ma. Dat je dat niet wist, man. Dommerik. Afgelopen zomer was er aan de kust de talkshow Zomer 2007. Maar hoe heette dat programma het jaar voordien?
ik weet niet. Nee? Nee. Dan gaat de kans naar Luc. Zomer 2006? Ja, zomer 2006. Pietspan, porno. Ja. Aan welke kant van het bord ligt de vork op een keurig gedekte tafel? Rechts. Nee. Aan welke kant van het stuur staan de richtingaanwijzers in een auto? De rechterkant. Maar leuk. Nee, dat is mijn ruitenwissel. Dat is de ruitenwissel. Ja. Vraag 7. Welke Thomas heeft ondanks zijn naam niks met gastronomie? Ah ja, inderdaad. Ja, ik heb het heel extra. Sorry, Joost. Ja, ik volg niet, hè. Nee, nee, inderdaad. Je volgt zeer goed. Nee, het is inderdaad vraag 6. Van welke groente eten we enkel de rode stengel omdat de bladeren giftig zijn? Er wordt ook vaak confituur van gemaakt. Rode kool? Nee. Allee, joh. Voor mij een boterham met rode kool. Erik, weet je wat je mist? Ja, misschien wel. Ja. Rode kool, confituur. Maar... moet mij ook niet laten winnen, hè. Rabarber. Rabarber. Welke blonde leading lady van VTM, presentatrice van onder meer Blind Date, was wel zeer openhartig in Shea magazine en vertelde daar, ik citeer, ik stink. Welke blonde lady van VTM zei het? Ingeborg? Nee, stinkt die ook of wat? Je wordt wel heel snel. Ze hebben veel doelpunten gescoord. Stop. Ja! Het is wel nog aan Stanny, hè, Rob? Oh ja, shit. Ik stop. Stop. Ja, ik ben gewonnen. Nee, 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 nee. 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 Ja. Jawel, jawel. Jawel, 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 jawel. Dat is... wat was er toen met Jezus aan de hand? Jezus, alles is. Dank je, Jezus. Gedaan. Wat zijn de vier meest voorkomende borsttypes uitgedrukt in fruit? Dat is een vraag, wetenschappelijke vraag. Ja. In fruit? Ja. Een peer? Peer, zeer goed. Dat staat bij de vier types. Appel? Nee, staat er niet bij. Banaan? Haar eerste Grand Slam die ze won was Roland Garros. Roland Garros, ook goed. En wat ga je nu doen? Ja. Je stopt? Ja. Ja. Wat kan ik anders doen? Of... ja, het is het. Het is waar, hè? Ja. Golfensport, internet, wind. Kabel. Nee. Nee, sportkabel. Nee. Ja, dat is er ook. Stik. Nee. Internet, muis. Nee. Wind, hoos. Golven, zee. Nee. Baren. Sport. Je gaat het vinden, Bart. Ja, het aansluiting. Nee. Nee. Wind, blaas. Nee. Sportblaas bestaat niet. sportprogramma. Golven, zee. Nee. Ik kom er niet uit. Dat is jammer. Ja. Surfen. Oh. Zout, zout op de pataten. Zout, pataten, paprika. Zout, wacht, paprika. Zout, computer, aardappelen. Die zijn veel. Fritten. Nee. Zout, computer, aardappelen. Paprika. Zout op je huid. Nee. Aardappel, nee. Kompot, puree. Computer, freak. Pataten, aardappel, prika. Zout. Nee. Zout, ik weet het niet. Nee. Stopt. Wist jij het, meneer de termen? Chips. Chips, ja. Bah, paprika en zout. Dat had je kunnen weten. Paprika of zoute chips, computerchips bestaan tuurlijk, ook. En gemaakt ja, van maar niet uitleggen, want dat is echt pijnlijk. Dat is echt pijnlijk, dat, weet je. We gaan eens overlopen, hè, welke we niet gevonden hebben. Frank van den Broeke, vonden jullie krijg wel? Ik nog een kans? Oh, goed, verdoe. Ja. Excuseer. Ja, sorry, maar we zijn er nog. Hè? Dit ken je, hè? Nee, nee, absoluut niet. Dat is waar. Maar gelukkig heb ik nog niks verklapt, dus we kunnen spelen. We zoeken er nog vier. Bart mag aanvullen. Stop. De cave, ja, die moest komen. Een hert. Nee, nee, dat is een kangoeroe.
Ja, maar welke kangaroo? Welke kangaroo? Het is een bekende Skippy. Kangaroo. Skippy, zeer goed. Ja. Dit is... poepen op 80 graden, man. Dat vind ik goed. Wow. Niet te hoog. Niet waar. Een pamper? Nee. De grotten van Ann Petersen. Grotten van Ann. Voetsporen. Van? In het zand. Meer bepaald. Ah, van Jezus? Nee, niet van Jezus. Ja. Van een mens, ja, met dat is juist. Ja. De spatlap. Allee, hoe heet dat? Denk jij tijd, hè? Volgende. Ja. De benzinetank. Nee. De benzinedop. Nee, het water. Nee. Luc Steno? Nee. 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 Volgende. Ah, misschien... Allee, voor vrouwen daar. Ja. Dat is wel tegen de tijd, hè? Ja. Tabletten tegen zwangerschappen. Ja. Anticonceptiva. Wow. Ja. Oh, lala. Ja. Gaat u naar de volgende of gaat u nog antwoorden? Anticonceptiva. Dus, hoe heet dat? Hoe heet dat? Wel, anticonceptiva. Anticonceptiva zijn verschillende merken. Ja, nee, maar dit heeft een specifieke naam. Dat weet ik niet, gebruik die niet. Nee. ik zal pas zeggen. Ja. Passen. Pas, ja. Enfin, dat is niet het juiste antwoord. Ah, nee. Condoom. Condoom, zeer goed, ja. Kan dat een spiraaltje ja, zijn? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Dat zijn twee condooms. Nee, vaginale ring. Wat lief? Vaginale ring. Nee, nee. De volgende, of... Ja. Of ja. Condooms voor tweelingen. Toch mooi, of wat? Nee, pas op, het gaat tijd loopt. Stop. Nee. Dat moet een vaginale ring zijn. Ja, zeer goed. Dat is weer een contraceptieve, maar eigenlijk een morning after. Ja, zeer goed. Ja, zeer goed. Dat is fantastisch gespeeld. Hadden jullie een thema door? Diep nee, we gaan kijken. De eerste was inderdaad ja, de pil. Heet dat, Ja, de pil, maar ja, maar. Ja, maar als ik zeg een contraceptiva, is dat geen pil? Maar waren allemaal contraceptiva's. Er moet niet per se. Is één die zich de pil noemt. Ja, absoluut. Ja. Ik heb wel de indruk dat hij zijn pillen niet genomen heeft. Dan inderdaad het vrouwencondoom. En niet voor tweeling. Enfin, regenjas had ik ook goed gerekend. Maar... En dan de anticonceptiering. Daar heb je ook verschillende modellen in. Dit is de Lord of the Rings. En de morning after pill, die ook wel de noodpil wordt genoemd. Omdat ze eigenlijk morning after, je kunt ze gebruiken tot 72 uur na de bevalling. Enfin, na de bevalling. Ja.